Ze is Hollandisch. Ze is Hollandisch. Ze staat geen vriend. Ik ben Rotterdams. Dus ik weet niet hoe de Rotterdams hier bekend staan. Heel slecht. We hebben geen koptelefoon, dat is crisis. Als ze me maar kunnen horen, toch? Ja, dat komt goed. Zolang je niet in de microfoon gaat. Hi. Ik schrok. En er is iemand bij ons aangeschoven in de studio. Savanna, goedenavond. Ja. Goedenacht. Nou, vertel, jij maakt muziek. Wat voor muziek maak je onder andere? Ik maak vooral popmuziek. Popmuziek. Ja, en popmuziek. En wat voor stijl popmuziek? Beetje rock, beetje ja, poprock. Beetje knallende, ja, een beetje knallende pop. Power poprock. Oh, oké. Okay. Vrolijkheidsmuziek, laat maar zeggen. En je bent nu 18? Ik ben nu 18 jaar, ja. Ja, ik zei het zo net in de studio. Is die 18? Is die 18? Is die 18? Oh. Ik kan niet geloven, ze lijkt wel 6 jaar. Nee. Ja, misschien net wat ouder dan 6, misschien maar... Misschien kan wel 7 jaar, nee. En je bent 18 jaar, hoe lang ben je al bezig in de muziekwereld? 6 jaar. 6 jaar? Ja, 6 jaar. En... Dat is best wel lang. Ja. Zolang jij een radio. Ik wel. Ja, ik kom van een lange weg. Ja. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ik sta sinds 3 weken op nummer 1 in de Kids Top 20. Ja. En vanochtend is Ertje Boulevard bij mij thuis geweest voor een leuk itempje. Oh. En ben ik vanavond te zien geweest in Ertje Boulevard. Maar ik heb het helaas niet kunnen zien, want ik was bij een meeting. Dus ik moet de herhaling gaan zien. Ja, daarvoor is Ertje al gemist, ja, toch? Ja, de Ertje al gemist. En dan kan ik zeggen, oh my god, had ik niet anders kunnen doen. Dus je gaat, niet, je gaat wel lekker in, ja, ik ga lekker in de muziekwereld? Ja. En die 6 jaar, waren dat alle 6 jaar echt goede jaren van jou? Of, zijn nou, het zijn natuurlijk beginjaren van, ja, je weet niet wat je wil. Je bent natuurlijk wat jonger. Je bent 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maar ik ben nu tot een punt gekomen dat ik gewoon echt weet wat ik wil. Wat voor muziek ik wil maken, wat ik wil uitstralen en waar ik naartoe wil in de toekomst. Dus, ja. En je wilt hier ook verder mee gaan met muziek? Je ja, wilt, absoluut. Stijgen naar top? Anders had ik al lang opgegeven natuurlijk. Ja. Want ik ben best wel lang, ja, best wel lang bezig. Dus ja, het is wel iets wat ik heel mijn leven wil doen natuurlijk. Maar dat doe ik mijn best voor om dat te realiseren. Ja, ja, en wij hebben dus elke vrijdag een cover. Dat heeft bij ons Cover Friday. Maak je ook covers? Ik maak geen covers. Niet op YouTube of zo, wat je ziet. Maar ik doe wel covers op het podium. Oké, okay, ja, ik zag op je website, je hebt een cover gedaan bij Giel, 3FM. Ja, Sweet Goodbyes van Crazyip. Ik heb meegedaan aan de Nederlandse Birdie toen. Ik weet niet of je dat kent. Toen ben ik ook in de Wereld Draait Door geweest. Heb ik een stukje mogen zingen. En ja, was eigenlijk een beetje met een grap begonnen. En ik kwam daar zo ver mee. En op een gegeven moment heb ik me wel zelf uitgetrokken. Omdat ja, het begon eigenlijk met een grap. En ik wil graag iemand anders de kans geven om te winnen. Ja. Omdat ik zelf al best wel professioneel bezig was. Zoiets laat van mij. Ik was 6 uur op. En ja, allemaal leuke dingen gedaan. Dus, en je hebt, dus op podiums doe je wel covers. En welke cover is dan echt het leukste waarvan je denkt, wow, die is vet. Die wil ik nog een keer doen. Call Me Maybe. En ik zit te verzinnen om iets van Kelly Clarkson, Taylor Swift te doen. En ik vind Katy Perry ook gaaf. Dus, oké. Okay. Ja, ik vind alles leuk. Dus dat is moeilijk kiezen, hè. Ja, als je alles leuk vindt. Ja. Net zoals bij de McDonald's, dan weet je nooit wat je wil. Nou, dan weet ik gelukkig dat ik geen frietlus. Lust je geen friet? Nee. Nee, ja, eigenlijk is dat niet zo lekker, hè? Nee, ik vind het soms. Ja. Op z'n tijd. Nou, dat ook niet, maar... Oké. Okay. Ik zag... Smaken verschillen. Ja, precies. Maar ik zag jou net hier staan, interview. Ja. En ik zei dat je een beugel had, maar is dat niet veel lastiger dan om dan mee te zingen, omdat je zo'n... Ja. Een beugel? Ja, ik heb sinds kort een beugel. En ja, meestal beginnen ze daar iets vroeger mee. Ik ben daar afgelopen januari mee begonnen. En ja, ik zag er best wel tegenop. Ik had best wel, laat me zeggen, scheve tanden. En dat vond ik best wel vreselijk. Maar toen heb ik toch de stap genomen om hem te nemen. En ik heb een systeem, Damon systeem. En ik doe het zonder elastiekjes. En het gaat gewoon 1 keer per maand gewoon een draad in. Hetzelfde als mij dus. Ja, dat gaat allemaal hartstikke makkelijk. En ja, het doet natuurlijk wel even pijn. Maar ja, het is binnen een half jaar zoveel veranderd. En ik ben zo blij ermee. Maar ja, qua zingen... Eigenlijk is het me hartstikke meegevallen. Ik was natuurlijk wel een beetje bang van, oh, dadelijk ga ik, daar horen ze het of daar kan ik iets goed uitspreken. Maar eigenlijk valt me mee en ik klaag niet. Ja, en
Ja, wij beginnen natuurlijk met het internet radio maken. Niet veel. Heel veel mensen die radio maken beginnen met internet. Ja. Hoe is dat een beetje bij jou begonnen met zingen? Bij mij is het begonnen eigenlijk in mijn kamer. Ik was fan van K3 en zong ik elke dag mee met cd's. En op een gegeven moment hoorde mijn moeder dat ik een beetje goed kan zingen. Alle kleuren van de regenboog. Alle kleuren van de regenboog. Ja, ik zong ook heel vaak musical nummers van Doorn Roosje in die tijd. Goeie oude tijden. En ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Toen heb ik auditie gedaan voor de Wereld van K3. Daar hadden ze zo'n karaoke onderdeel. En toen ben ik in de uitzending gekomen. En dat smaakte naar meer. Ik heb 3 keer meegedaan aan het Avonturen Songfestival. Holland's Got Talent. So Wanna Be a Popstar. En ja, nu zit ik hier uiteindelijk. Na een lange weg. Spannend, hè? Dat is een lange weg, ja. Ja, letterlijk. Van Rotterdam naar Friesland. Dat is een lange weg. Dat is inderdaad echt een lange weg. Ja, maar ik was hier in de buurt, dus waarom niet? Nog langer dan van Brabant naar Friesland. Ja, dat is een uurtje maar. Wat zeg je? Je was in Groningen, stond op Twitter. Ja, ik was in Groningen voor een meeting. Ja. En ja, die meeting is goed verlopen. Met een boekingskantoor. En ja, ik ben echt blij. Ja? Ja, sorry. Echt waar. Ja, want ja, meestal gebeurt dat als je natuurlijk met een X-Factor meedoet. Of met The Voice. Maar ja, ik doe het alleen en op eigen kracht. Dus ja, dus ben ik dubbel dankbaar mee, laat maar zeggen. Oké. Nou ja, en dus je hebt heel veel meegemaakt in de afgelopen 6 jaar dat jij muziek maakt. En we hebben nog even één ding wat wij willen. Is goed. Even stilte op de radio. Zou je één klein dingetje in willen spreken? Wat moet ik zeggen dan? Nou, bijvoorbeeld, Hoi? Ik ben zo'n fan op RTV NOF of zoiets. Oh ja. Ik luister naar Weekend Kick-off of radio. Iets? Ja, zoiets. Wat voor radio? RTV NOF. RTV NOF. Sorry. NOF. Oké. Okay. Hey, ik ben Savannah en dit is Radio NOF. Helemaal te gek. En omdat jij dat hebt ingesproken, gaan we jouw nieuwe single draaien. I Love To. I Love To. Ja. Yeah. En heeft hij een soort inspiratie? Iets? Waar het over gaat? Het gaat over dat je niet kan kiezen tussen twee jongens, laat maar zeggen. Yeah. En ja, daar gaat het eigenlijk over. En je zit eigenlijk een beetje in jezelf een beetje een dilemma van ja, die is dat en dat is zus. Ja. Dus daar gaat het eigenlijk over. Nou ja. Gewoon een leuke, catchy, niemandsdalletje eigenlijk. We horen het nu meteen. Ja. Dit is Savannah met I Love To op RTV NOF. Yay! Goedendag. Intensief altijd, die radio skills. Kunnen jullie nog? Zo. Hè? Dat is moeilijk, hè? Ik moet het vuur. Kom, nee, dat is vaak. Het is Call Friday, zometeen om 3. Zou jij het doen? En een meet met een nieuw beat was Basto en Dance With Me. Tot volgende week! Tot volgende week! Zomer! Jullie zitten bij elkaar, doe maar net als zijn jullie grote vrienden van elkaar. Jee. Goed zo. Ik zou mijn ogen dicht. Nog een keer, ja, heel goed.